ben een sniper. Oh! 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 Help! Is het te fel hier voor jou? Het is echt heel erg fel. Ja? Jongens, ik zie niks. Au! Stap in. Nee, wat doe ik? Dat was hoger dan je dacht, hè? Ja, ik sprok echt heel erg. Doe eens knippen even leeg. Ja, dat zie jij. Wacht, maat, je bent echt aan het kunnen. Nee. Of voor auto rijden dan? Dat ga ik niet zeggen. Met vier wielen. Hé, hey, die grijze auto, er kwam hier een zwarte auto uit de steen. Oh. Nee, dat is ja, dat zei je. Oh, Max, hey, wat een lul, Marcus. Nee, Henkie is niet thuis. We stappen bij hem in. Help, meneer, als je me hoort. Meneer, als je me hoort. Oké, ja. Rijden. Nee. Nee. Ik ga nu wel opvangen. Doei, hoor. Ja, waarom ga je... Ja? Kom naar diezelfde plek langsrijden. Ik mag gewoon gaan. Hey. Ik kwijt. Ooit komt die dag weer. Dat ik je weer ga pakken. Ja, dit was even, ik wilde je een voorproefje geven. Maar als ik jou nou pak, dan ga ik mee naar de gevangenis. En dan blijf ik daar gewoon heel de tijd. Totdat jij... Al die maanden blijf je. Ja. Dat is mijn tweede huis. De gevangenis. Nou, weet je waar we staan? Bij mijn auto. Echt? Bij je auto? Wederom bij mijn auto. Oké, en wat doen jullie daar? Ja, Toos die moet even doorrijden, want je weet niet dat ze hier zijn. Ik heb niet eens een rijbewijs. Toos heeft niet eens een rijbewijs, maar hij rijdt wel. Dat kan een gevaarlijke situatie opleveren. Ja, kom even naar de garage, Toos. Even de rode garage. Ja, rode garage? Ja. Oké. Mm-hmm. Maar we zijn bijna bij de rode garage. Ben je er al? Nee. Ja, bijna. Zijn we er. Ja, bijna. Waar vind ik dit zo? Wat? Oh, je hebt jongen, we zijn trouwens bij de impound, niet bij de rode garage. Maar pak hem snel, want nu weet je dat waar we echt zijn. We rijden in een hele undercover auto, bij de impound. Terug richting Blokkenpark. Yes, jij hoorde Bjorn trouwens nog, maar ik was heet met een bel. Of wie hoor ik nou? Ik hoor Annabel. Hallo? Ja, dit vind ik niet eerlijk. Ik was mijn stembanden uit en aandoen, dit is niet eerlijk. Dat zijn ze allebei. Maar dit is niet eerlijk, wacht even. Ja, we zullen wel even uitstappen. Nee, dit is niet eerlijk! Ik was mijn stembanden uit en aandoen. Even officieel doen, stopteken, aan. Oké, ik stap uit. Hallo, ik ben mijn stembanden uit en aandoen, daarom staan we stil, dit is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Hoezo? Ja, mijn stembanden deden het niet. Ja, nee, we hebben jou gewoon op een goede manier gevonden. Oké, wacht, loop even mee. Laten goed spullen. Loop even mee. Oh, Toos. Zo, rijden. Nou, nee. Ja, nu is jullie achtervolging en nu gaan jullie eens wegrijden. Ik zit weer in de achtervolging. Hé, Gerard! Waar? Ik dacht dat ik je vrouw aan de lijn had. Gerard, ex. Gerard. Daar groen met jou dan. Ja, mooi. Wat mag eens een auto? Ja, jongens. Wat gaan jullie nou doen? Ja, dat is goed. Dat met de ene in de kant. Dus wat kut achtervolging. Dat is goed, Gerard. Oh mijn god, wat een kut achtervolging, hè. Hey, daar heb je die andere ook weer. Hey joh! Toos, het gaat niet goed deze keer. Mooie zonen zijn we. We hebben een te kleine auto. Hallo meneer. Hoe komt die auto daar? Zag je dat? Aan de lijn, Gerard. Het gaat niet goed, Toos. Er zijn te veel eenheden. Er zijn natuurlijk wel eenheden, Toos. Ja, maar Gerard, we worden achterna gezet door heel wat korps. Gerard, waar ben je? Hallo. Nou, lekker rustig. Ja, heerlijk. Hallo. Kijk hoeveel er ook zijn. Ja, joh. Voor één zo'n autootje. Het zijn er echt te veel. Maakt helemaal niet uit, Marcus. Kijk, ze gaan Gerard, ook nu in linie achter ons aan. Waar gaan we heen, Toos? We hebben namelijk niet meer zoveel benzine. Marcus, Gerard is ons aan het achtervolgen. Echt? Ik denk. Hij werkt bij de politie. Kan je even tanken? Kan ik even tanken, vraag je? Kan je even tanken? Nee. Hoezo niet? Nee, dan worden we gepakt. Nou, we moeten even tanken. Hey, is het mogelijk dat we even tanken? Mogen wij even tanken? Is het mogelijk dat we even tanken? Of is die mogelijkheid er niet? Ik denk het niet, Marcus. Ik denk het ook niet. Wow, rustig aan! Rustig aan! Gerard, wat doe je? Oh ja, dat helpt. Staan blijven. Even mijn middelvinger opsteken.
Wat kut. Wat ongelooflijk kut. Wat ongelooflijk kut. Hé, mijn auto! Mijn auto! Mijn auto! Wow! Nu gaan we rennen! Dat helpt toch niet? Wat denk je nou zelf? Dat ik nu staan blijf als je dat schreeuwt? Staan blijven. Nee! Die auto staan blijven. Nee! Dat gaan we niet doen. Oh! Ah! We hebben hem. Gefeliciteerd. We hebben hem, jongens. Meneer Van Plakken. Yes. Welkom. Dankjewel. Ik dacht dat we training aan doen waren volgens Bjorn. En nu heeft hij recht op medische hulp. Yes. Nee, dat is prima. Heeft u dat begrepen, meneer? Ik heb het allemaal begrepen. Hey, een goede training, jongens. Hard jullie best gedaan. Ja. Ik ben trots elk en iedereen van jullie. Is het ook nog een VTA, hoor. Klopt dat? Ja, nee, dat is niet waar. Voor 60 maanden. Nee, dat is niet waar. VTA, dat is geloof. Dus dat is allemaal geloof. Je mag hem bij ons ingooien, hoor. Kijk, heb je me weer, Bjorn. Zet hem even voorzichtig. Nou, blijf ik ook bij dat cellencomplex voordat hij zijn straf heeft uitgezeten. Vorige keer om je hoofd en om je buik. Vorige keer duurde het niet lang. Zo. Yes. Ik zeg nu vast, Toos heeft me gegijzeld. Okay. Alles wat ik deed werd met jullie bedreigd. Ja, ja. In je race zelf. Ja. Klopt. Klopt. Nee, jij gaat nu een recordje neerzetten hoe snel jij uit de gevangenis kan zijn. Of... Ja, ik dacht vorige keer vond ik al snel. Ik dacht misschien kan ik het nog wel sneller proberen. Ah, nee, ik... Ja, dus. Nee, maar kijk, wat Bjorn het allemaal zegt, ik blijf erbij. Dat neemt hij ook echt letterlijk en figuurlijk. Nee, dat is prima. Ik zou oh, dan, ga, dan blijf ik er ook wel bij. Oh, kijk, dan kunnen we samen in elkaar slaan. Wat? Hey, maar ik vond het goede training dit, jongens. Ja. Ja, vond je het goed? Ja, echt goede training. Ik ben echt trots op jullie. Ja. De eerste keer, toen lukte het niet helemaal, vond ik ook zo zielig, weet je. Ik denk, zo lullig. Dus ik geef jullie nog een kans. Ik voelde me zo slecht erbij dat het de eerste keer niet lukte voor jullie. Ja, nee, ik snap het. Ja, dat is toch zielig. Dat is toch zielig? Wie staat achter ons? Dat is die corrupte agent Rick Dutch. Ja. Rick blijft hier denk ik even weg. Ja, die blijft hierbij. Bellen? Oh, ja, oh. Kom met zijn dikke pants erbij staan. Ah, dat daar moet er gewoon weer bij staan. Moet hij ervan genieten, hè? Goeie hoofd. Yes, nou, fijne dag, heren. Nee, even een rondje op deze auto. Ik vind deze zaak al ja, mooier. Ja, goed zo. Nee, deze kan mooier. Hey, ik sta erom bekend dat ik meewerk. Je weet zeker dat ik wel de weg door het hele AB in. Ja, dat klopt. Lekker man. Oh, nee. Yes. Nee, gaan we niet doen. Nee. Ja, die heb ik niet verwacht. Ik pak je gewoon bij je arm. Helemaal klaar nu zo. Die hadden jullie niet verwacht dat ik door de deur naar buiten ging. Nee, nou laat je ook niet los. Omdat je bij die 2x2 zit. Nee, oké. Ik ga zo echt gewoon als Rick hem aan het veroordelen, dus ga ik gewoon op plan gaan zitten. Gaat Rick me veroordelen? En hij zal je maanden geven. Nee, niet Rick. Dan gaat het extra verkut voelen. Jij een maanden gaan geven. Oh, en dan ga ik bij die gevangenis staan en dan komt die mensen blij als ze eruit rennen. Nee. Zo in mijn armen. Hoppa! Ja, succes met rijden. Tegen die tijd ben ik al weg! Nee, jongen. Tegen die tijd ben ik alweer ontsnapt. Hé, hey, dan weet denk je hoe goed ik ben ontsnapt. Ik had echt een meesterplan. Ja, meesterplan. Ik kreeg echt een inzinken toen ik die video zag. Welke video? Oeh. Yes. Yes. Jammer, joh. Blijf me staan. Bjorn, de andere hek is dicht, hè. Wil jij gebruik maken van een van je rechten, of niet? Ik mag een belletje plegen. Ja, we gaan een belletje plegen. Dat recht heb ik. Goedendag, meneer. Hoi. Ik heb een belletje. Ik weet het zeker. Hallo? Hey, Jun. Spreek ik met Jun? Een nerd? Oh. Ja. Ik zit vast. Ik zit vast. Oh. In een gevangenis, of in de cel, bedoel ik. Oké, kut voor je. Je hebt een advocaat nodig. Ja. Luister, ik krijg lekker de thee. Nee, ik wil jou hier helemaal niet. Waar is je petje? Ik heb jou nog nooit zonder petje gezien, dit klopt niet. Je hebt nieuw haar. Van Plakkers. Je hebt nieuw haar. De gemeente heeft bepaald dat ik nieuw haar moet hebben. Jij bent thuis oud, Rick. Ik ben niet oud. Maar nu je tof bent, kan je me niet hieruit helpen met je corrupte trucjes. Oh, dat mag ik natuurlijk niet hardop zeggen, maar... Goed, maar even ID-kaart voor mij. Nee. Zit je nu de politie rode shirtjes? Dag meneer Van Plakkers, hoe staat het met de boetes? 27 juni. Zal ik even voor je kijken? Ik ga ook even kijken. Ik heb nog niks afbetaald. Oh, hoe kan dat nou, meneer Van Plakhoes? Ja, spanning. Meneer Van Plakkers, ik zal me nog even netjes aan u voorstellen. Ik ben Rick Dutch. Hoezo stel je je voor? Ja, moet je luisteren. Ik ben hulpofficier van justitie namens het Openbaar Ministerie. Ja? Zoals mijn collega's ook u verteld hebben, u bent aangehouden in verband met het vluchten voor de politie, roekeloos rijgedrag, artikel 5 van de Wegenverkeerswet en een openstaand VTA die u nog op uw naam heeft staan. Dat is niet waar. We gaan het nu zien. Heeft u bewijs? Ja, die hebben we. Heeft u de rechten zoals ik ze heb voorgelezen en als dat ook door mijn collega's is gedaan, begrepen, meneer Van Plakkers? Ja.
heeft ze begrepen. Dat is heel fijn. Ik heb niks gedaan! Derhalve is de VTA die op uw naam staat rechtmatig. Nee! Ik heb helemaal niks gedaan. Wilt u gebruik maken van een advocaat? Nee, die wil niet komen. Heeft ik wil gebruik maken van mijn belletje. Die heb je al gehad. Dat is niet waar. Ik heb geen bewijs. Jullie hebben geen bewijs. Geen bewijs. Heeft u op dit ogenblik enig vorm van letsel opgelopen ten tijde van de aanhouding? Gaan we dan naar het ziekenhuis als ik ja zeg? Nee. 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 Heeft u nog enigszins verwondingen waar u op dit ogenblik per acuut direct medische hulp voor nodig heeft? Gaan we dan naar het ziekenhuis? Nee. Nee. Dan heeft u ze niet. Nee. Dat is heel fijn om te horen. Ik ben zo blij met jou. Ja, goed, 67 maanden plus nu nog eens een keer vluchten voor de politie en de acuut. Dus dat is 67 maanden, dan komt er vluchten voor de politie bij, dat is 5 maanden, klopt, dan zit je 72 maanden. Dan komt er nog eens een keer artikel 5 van de Wegenverkeerswet bij, dus dat is 6 maanden, dan komt er 78 maanden. Hey, heeft hij een rijbewijs eigenlijk? Ja, niet ja maar die valt sowieso onder artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Niet gewoon 78 geven. Weet je hoe lang dat is? En wat nou als ik zeg dat dit één groot misverstand is? Dan heb je mooi mis. Dat klopt. Die gaat hem zijn bekeuringen uitschrijven. Die zijn al Nee, die zijn al uitgeschreven. Hallo. Ik heb net al factuurtjes binnengekregen. Ik weet niet. Nee, dat is echt niet gelogen. Ik beloof het. Op alles beloof ik. En dit is geen grap. Ik kreeg net boetes. Ik kreeg serieus net boetes. Je hebt een boete gekregen in verband met het voertuigwrak op de weg laten staan. Oh mijn god, dat meen je. Dat meen je. Ja. Dat is die auto die... Oh dat, nee. Rick, die auto die staat voor een rode garage. Die staat er al iets van 3 uur lang of zo. Ja, nou ja, daar heeft hij niet een bekunning voor. Nee. Maar ik kan hem nog niet weghalen als ik hier ben. Dus. Ik ga gewoon hier staan. Ik ga aan de kant. Hey, Marcus! Hey, wat de fuck? Wat? Wat doe jij hier? Ik ben vrij! Ik ga niks doen. Oké, nou. Marcus, hoe kom je hier? Marcus! Nee! Wat gebeurde er? Nee, we gaan er een stokje voor steken. Nee. Ik ren toch naar binnen? Wat doe je nou? Ik ren toch naar binnen? Nee, maar Toos niet. Ik belemmer jullie. Hey, Toos. Hey, Rick! Hoe is het? Je belt me. Ja, ik ga even ophangen. Ik wist niet dat dat ging gebeuren op weg. Ik wilde op de ding staan, maar ik kreeg het dubbel. Nou, dus. Nou, dan weet ik dat ook weer, dat ik zo weg kom voortaan. Nou, kom eens even hier, Van Bakkes. Yes, oké. Free. Oh, maar dat wordt... Maar we hadden afgesproken de 44.000 euro afbetalen voor 27 juni. Niet wat er nog bij kwam kijken. Nee. Niet wat er nog bij kwam kijken. Winkeloverval gewapend. Dat is niet waar. Ik heb nooit een winkeloverval gedaan. Je hebt geen bewijs. Ja, zeker te weten wel. Hoezo? Wat is je bewijs? Nou, wat dacht je van het feit dat ik letterlijk recht voor je heb gestaan? En dat jij tegen mij hebt gepraat en dat je mij nog geprobeerd hebt om te kopen door te knippen ogen en alles erop en eraan. Laat Renzo ook even overleggen of even beslissen of hij zijn rijbewijs mag houden. Ja, nee. Want die is hij sowieso kwijt. Nee! Nee! Geef hem terug, alsjeblieft! Nee, alweer! Ja. Op basis van jouw rijgedrag van gisteren en vandaag ga jij die weet je hoe goed ik reed? Weet je hoe goed? Jullie beuken tegen mij aan! Jullie zouden je rijbewijs kwijt moeten raken! Maar, meneer Van Plakkers, bij deze de keuze. 48 keer prikken of 60 maanden in de gevangenis? Nou, doe dan maar prikken. Echt waar? Ja. Oh, we gaan prikken! Ja! We gaan je uitlachen. Nee, we gaan een hele korte sanctiemenu. Taakstrafmenu. Nee. Oké, iedereen afstand nemen alstublieft. Iedereen afstand nemen met uitzondering van meneer Van Plakkers. Iedereen afstand nemen jongens. Iedereen afstand nemen. Nee, het is dat ik voor de deur sta. Oh, ja. Ik wil weg, ik wil weg. Laat me weg. Help. Nee. Laat me terug. Wilt u nog een verklaring afleggen? Ik deed het uit liefde. Je deed het met liefde. Tot ziens. Nee, uit liefde! Ah. Nee, 48 taken. Nee, dat zijn zoveel taken. 48. Oh mijn god, wat rot.